Jens Toornstra, die de 1 en de 2-0 maakte. Soevereine wedstrijd vandaag. Ja, niet alleen van jou, maar ik denk van heel Feyenoord. Ja, we hebben de wedstrijd onder controle gehad. Eerste helft 1 counter tegengekregen die er zomaar in kan. Maar verder solide, denk ik. Ja, toch maar 2-0 is dat het kritiekpunt. Want ja, als je ziet hoe jullie hebben gespeeld, hoe jullie hebben afgejaagd, hoeveel kansen jullie hebben gekeerd. Zeker in de slotfase met 10 man. Is dat misschien het enige kritiekpuntje? Meer doelpunten? Ja, heb je gelijk in. En je weet dat het misschien aan het eind van het seizoen een rol kan spelen. Dus daar hebben we misschien vandaag een mogelijkheid laten liggen om een goed doelsaldo te... of nog beter doelsaldo te creëren. Maar goed, ja, je kan niet alles hebben. Van de kant oogt het zo soeverein dat je ook nooit het idee had dat jullie vandaag punten lieten liggen. Misschien zelfs al had hij 0-1 gevallen. Voelt dat in het veld ook zo? Ja, dat hebben we eigenlijk al een aantal weken. Ja, een soort rust in het elftal, dat het wel goed komt. En gelukkig maak je nu voor rust 1-0. Dus altijd wel lekker om uit de rust dan te beginnen. Ja, wat je zegt, dat nog meer kunnen worden. Maar goed, we hebben 3 punten. Vorige week speelde je niet, nou, vandaag wel in de basis. Nou, je bekroont je basisplaats met 2 doelpunten. Was je toch een beetje getergd? Je wil je wel van je beste kant laten zien natuurlijk als je weer in de basis mag starten. Maar getergd is niet het goede woord, denk ik. Wat is de uitleg geweest? Dat het inderdaad een roulatiesysteem is? Dat je er niet al te veel waarde aan moest hechten dat je 1 keer op de bank zat? We zeggen denk ik iedere week. We kijken wedstrijd tot wedstrijd en de trainer bepaalt aan de hand van de tegenstander en tactiek... Wie er gaan spelen en hij zit in een luxe positie denk ik met meerdere jongens in vorm. Dus laat de trainer maar beslissen. Je had er zelfs vandaag wel 3 kunnen maken, hè? En hat-trick had het vandaag zomaar gekund met nog een paar kansen. Ja, we hebben er genoeg gecreëerd en dat had helemaal mooi geweest. Maar goed. Gek statistiekje bij jou is dat je al je doelpunt in de Kuip maakt. Geen doelpunt op vreemde bodem. Waar ligt dat aan? Misschien dat ik daarom vorige week wissel zat. Ja, en volgende week te raden we ook. Nee, dat is toeval denk ik. Dat is volgens mij geen tendens van heel mijn carrière. Dus ik krijg daar ook niet te veel waarde aan. Jullie hebben nu het spits afgebeten wat betreft de kampioenskandidaten. De druk denk ik in Amsterdam en Eindhoven gelegd. Hoe ga je morgen kijken? Ja, rustig op het bankje. En we zien wel hoe het loopt. We moeten gewoon iedere week zorgen dat we zelf winnen. En dan zien we het wel.